Strafzaken hebben vaak een onverwacht groot financieel gevolg. Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel? Ja, wederrechtelijk verkregen voordeel is een term waarvan ik me kan voorstellen dat niet heel veel mensen het gelijk herkennen. Maar er wordt mee bedoeld dat het met het criminele feit verdiende geld van je wordt afgenomen. Dus eigenlijk wordt er gezegd, je mag niet financieel beter worden van strafbare feiten. Dus als justitie denkt dat je er beter van bent geworden, zullen ze vervolgens proberen dat van je af te nemen. Het is niet heel nieuw, maar ik merk wel bij mijn bestaande cliënten dat ze er vaak nog door worden overdonderd. Ze denken, ik heb een strafzaak, daarna is het klaar. Maar het heeft dus vaak, zeker als het strafbare feit waarvoor ze veroordeeld zijn een financieel component heeft, echt nog een vervolg. En dat vervolg noemen we dan dus een ontnemingsprocedure. De procedure waarin justitie gaat, gokken is een groot woord, maar wel gaat berekenen. Daar hebben ze echt wel een behoorlijke vrijheid in. Wat zij menen dat je onterecht hebt verdiend. En vervolgens is het aan de rechter om te bepalen welk gedeelte, welk bedrag je dan exact moet terugbetalen. Dus het volgt op een strafzaak, omdat een veroordeling in een strafzaak echt wel een vereiste is voordat justitie in zo'n ontnemingsprocedure kan proberen om dat geld van je af te nemen. Maar daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Het is namelijk niet één op één hetzelfde. Dus als je wordt vervolgd voor feit 1, dan kan het ontnemingsgedeelte, dus de zaak waar het gaat over welk gedeelte aan geld willen we nu eigenlijk van je terug hebben, bijvoorbeeld gaan over twee totaal andere feiten waarvoor je niet vervolgd bent. Dus je moet het zo zien dat er een aanleiding is om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld omdat je verdacht wordt van valsheid in geschriften. En dat blijkens dat onderzoek of tijdens dat onderzoek blijkt dat er ook andere geldstromen zijn waarvan justitie denkt, hoe kom je er in godsnaam aan? En dan kan justitie er vervolgens voor kiezen om jou voor die valsheid in geschriften te veroordelen. Maar die ontnemingsberekening ook op die andere vermeende feiten, waarvoor je dus niet vervolgd en ook niet veroordeeld bent, maar om dat als grondslag voor de berekening te gebruiken. Dus je moet enorm oppassen, want als je denkt klaar te zijn met de strafzaak, heeft het nog een financieel staartje. En dan helemaal niet alleen voor dat feit waarvoor je bij de rechter moet komen, maar dus mogelijk voor veel meer andere geldstromen waarvan justitie denkt dat ze niet correct zijn. En wanneer moet je dat voordeel dan terugbetalen? Ja, er kan pas sprake zijn van het berekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel als je in de strafzaak, in de hoofdzaak, bent veroordeeld voor een strafbaar feit. En als justitie denkt dat je voor dat feit, of mogelijk voor andere feiten, geld hebt verdiend wat ze van je willen hebben, volgt er een aparte procedure, de ontnemingsprocedure. Dus belangrijk om te weten, je moet eerst veroordeeld worden voordat er gesproken kan worden over geld. Is er dan sprake van een extra straf? Ja, je zou denken dat er sprake is van een extra straf. Volgens het wetboek is het een maatregel om jou weer in de situatie te brengen waarin je eigenlijk had moeten verkeren als je het strafbare feit niet hebt gepleegd. Maar de ondernemer of de privépersoon in kwestie ervaart het natuurlijk wel echt als een extra straf. Want het komt ook bovenop de straf die je in de echte strafzaak in de hoofdzaak hebt gekregen. Wat moeten ondernemers hiervan leren? Ondernemers moeten heel goed begrijpen en echt in hun hoofd knopen dat veel strafprocedures een financieel gevolgje hebben, een financiële staart hebben in de vorm van die ontnemingsprocedure. En heel belangrijk om te weten in dit verband is dat er een ander bewijsstelsel geldt. Hebben we in een echte strafzaak, dus in de hoofdzaak, de vraag is er wel sprake van wettig en overtuigend bewijs, moet je weten dat daar in een ontnemingsprocedure geen sprake van hoeft te zijn. De officier moet aannemelijk maken dat er bepaalde geldstromen zijn waar je je vraagtekens bij kunt stellen. En dat kan al voldoende zijn om jou tonnen, soms zelfs meer dan dat, terug te laten betalen. Dus wees je ervan bewust en denk goed na voordat je met de politie hierover gaat praten. Vordert justitie bij u of uw onderneming een groot geldbedrag terug? Wij helpen graag.